allemaal goed. Ze zeggen, lieve mensen, hou vol goede moed. Kijk, van de tweede, die is weg. Maar die staat nou hier in dat vaasje. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ik zie er niet uit, maar ja, dat heb je met mensen die niet in orde zijn. Ik heb dus nog steeds pijn en dat wil me niet minderen. Nee, af en toe, omdat je dan lekker rustig zit, ja, dan gaat het wel. Maar als je eenmaal gaat bewegen, et cetera, weer, nou, ben er beroerd van. Maar in ieder geval, ik ben er weer en straks komt Mario om de hondjes weer even uit te laten. Rijka en Elwing. Ze hebben vanochtend al wel het een en het ander gedaan in de tuin. Dat heb ik net geprobeerd weer een beetje op te ruimen. Ze zou nou eerder komen rond een uur of een, nee, dat is bijna. Dus ik ga even een kopje zelf wassen en ik ga een broodje klaarmaken. En ik ga lekker even een bakje koffie en een broodje eten. En Gandalf eten geven. En dan de computer staat alweer aan. Dus met andere woorden kijk ik ook weer aan het werk. Want dat gaat allemaal wel gewoon door. Maar dat kan ik rustig doen op mijn gemakkie. En dat doet me geen pijn. Nee. En de beestjes zijn lief. Nou, en ik ben zo boos ook, hè, op iemand. Ja, ik ken die persoon helemaal niet. Enkel ik weet hoe die eruit ziet. Hij mag maar tot 9 uur lopen. En nu, ja, hij moet daar rekening mee houden met die avondklok. Maar dat doet meneer niet, nee. Een paar weken terug ook, dat ik nog met de honden aan het lopen was. Kom ik op 's nachts om 12:30 tegen. Kranten bezorgen. Hallo, jij mag maar tot 9 uur. Buiten die avondklok om mag jij maar tot 9 uur lopen. Want ik heb al vaker klachten ingediend. En heb ik ook gevraagd, ja, sorry, maar tot zo laat mogen jullie bezorgers lopen. Dat is van 's morgens 8 tot 's avonds 9. Ik zeg, oh. Nou, ik zeg, sorry. Ik zeg, deze meneer, ik zie, loopt ook 's nachts rond 1:00 of 12:00. Ik zeg, maar ook wel eens 1:01. Ik zeg, ook wel eens 1:30, 5:00 's morgens vroeg. Ik zeg, maar mensen die honden hebben, ik zeg, en die waakzaam zijn. Ik zeg, zodra die brievenbus kleppert, gaan die honden tekeer. Ik zeg, maar nee, wel de buren wakker en die wakker. Ik zeg, het hele rijtje wakker. Ik zeg, als het gehoorige huizen zijn. Ik zeg, dan moet meneer aan denken. Ik zeg, plus, ik zeg, u zegt tot 9:00. Ik zeg, nou, ik zeg, 4:30 is geen 9:00. Ik zeg, en ook geen 8:00. Ja, toch? Ja, die man, nou, draadje los zeker. Ik weet het niet. Maar ja, geniet van het voorjaar in de natuur. Nou ja, ik zou het wel willen, maar ik ga die koude sowieso er niet uit. Dan enkel de honden doen, normaal lito dan, maar nu? Ja, bol. Maar ik, in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag en doe het met een lach. En ja, ik ga hier eventjes een klein beetje de boel opredden, want ik heb vannacht een rotnacht gehad. Ten eerste was meneer Kandel lastig. Ten tweede was mevrouw Rijka lastig. Tenminste, mevrouw mejuffrouw. Elwing daarentegen was een schatje. Dan krijg je nog last van je maag. Je krijgt nog kramp in je kuiten. Omdat je pijn hebt, hè. En dan krijg je kramp in je kuiten erbij. Wow. Wil je niet weten hoe je je dan voelt? Nou, dan nog last van je maag, het zuur. Dus ik ben naar beneden geweest, want wat suiker zit te eten. Want dat neutraliseert weer die zuurigheid. Maar ik heb ook een broodje mee naar boven genomen. Dat boven mijn bed nog op zit te eten. Tijdens een spelletje doen. En dan ligt er hier ook nog wat suiker. Dus ik ga het even allemaal even opruimen.
je de boel even beter in elkaar even een kopje afwassen voor Mario. En mijn kopje even afwassen. En dat komt wel even goed. Ja toch? Ja. Hé, kan dat? Oh ja, doe maar hoor. Je hebt groot gelijk. Ja, ik heb dus lekker mijn huispakje aan. Lekker. Ja, dat wordt lekker makkelijk. Niet de, helemaal officieel netjes aankleden. Nee, huispak aan. Ik hoef er niet uit. En truitje die erbij staat aandoen. En klaar. Dus, nou ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En ik hoop dat bij jullie misschien mooier weer is dan hier. Het is hier grijs, grauw en triest. Ja, niks aan. Nee, ik heb liever de zon. Ja, ook al moet je thuis blijven vanwege ik, weet ik van wat, dan heb je toch liever de zon, want het kijkt heel anders. Dit is ook scherp hoor. Dat zeer aan je ogen. Maar oké, ik zou zeggen geniet en ik vergeet jullie sowieso niet. Ik kom voor jullie gewoon terug, simpel. Gisteren ben ik ook niet weer teruggekomen, want ik ben, ja, toch allemaal eindig ervoor. Maar ik hoop dat ook jullie dat kunnen begrijpen. Ja, dus ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ik zou zeggen, doei doei. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Voor de tweede keer, derde keer, weet ik veel. Maakt ook niet uit, maar gewoon een goedemiddag nog even. Ja, het is nog steeds middag, dus ik kan dat nog zeggen. Ik een beetje verdrietig, ja. Godverdikkie. Maar Amaryllis, die bloemen die nog uit moesten komen, die was geknapt. Ja, ik laat het jullie zien. Auw. Goed zeer. Kijk, van de tweede, die is weg. Maar die staat nou hier in dat vaasje. Ja. Erg hè. Hij was zo omgebogen, oh, met oude ding. Maar ja, als die zo door blijft gaan, dan oh jee, die gaat ook echt al hangen. Maar ik kan er niks aan doen. Nee, hij is gewoon te zwaar. Waar wordt hij dan ook zo lang? Ja, ik kan er ook niks aan doen en dan wordt er wel gezegd een bamboestokje. In deze tijd. Waar haal je een bamboestokje vandaan zo snel? Ja, dan moet je ook nog weten hoe en wat. Ja, ik had het wel gezien op YouTube, hoe het moest. Maar ik heb geen bamboestokjes, nee. Dus ja, hopen dat het zo goed gaat, ja. En anders knapt hij ook, maar ja, de bloemen die zijn uit. En dan begint er alweer zo te zien eentje een beetje raar te worden. En dat is die. Die begint al te krullen. Ja, aan alles is, komt een eind, hè? Aan alles komt een eind. Of niet dan, Rijka? Ja, hè? Lekker wezen lopen met tante Mario, hè? Ja. Ja, vrouwtje kon niet kloppen, hè? Was een meisje bij. Ja. Dat doen we niet. Nee. Hé? Dat doen we maar niet. Doe je muts goed. Kom eens hier. Mutsje goed. Zo. En waar is Elwing nou? Elwing weg. Waar is Elwing nou? Daar is Elwing. Ja, als een grote meid. Ja, hé. En jij wilt naar buiten? Nou, dat mag. Doei. Hoe is het weer er bij jou, Karin? Ja, goed. Mooi. Zonneschijn dan? Ja. Oh, nou, stuur dan wat hier naartoe. Dat heb ik al gedaan. Oké. Want hier is geen zon, hoor. De hele dag al bewolkt en grijs en grauw. Niks aan. Maar ja, oké. Alle gekkigheid op een stokkie. Ik ga zo meteen een vlog in elkaar zetten, want dat heb ik ook nog niet gedaan. Dat moet nog.
Maar dat komt wel goed. Ik heb eerst eventjes reacties gelezen die eronder stonden en geantwoord. Dus het komt allemaal goed. Ze zeggen, lieve mensen, hou vol, goede moed en tot later. Doei!